Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag al hakend vaste opzetten, vaste steken en we gaan al hakend stokjes opzetten. Het is dus een andere methode dan dat je een losse ketting maakt. En we beginnen dus met een beginlus. En dan beginnen we met al hakend stokjes op te zetten. Eerst wil ik even iedereen bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken op YouTube. Want ja, het wordt nu zo druk, maar ook weer niet. Ik probeer gewoon toch nieuwe dingen te bedenken en te haken. En daarbij ja, leuke dingen op video te zetten. Maar we beginnen nu met al hakend stokjes opzetten. Dus je begint met gewoon een opzetlus. Dan haal je je draad om en je maakt 3 lossen. Dan ga je meteen hier in die eerste, deze, ga je een stokje zetten. Dan sla je weer je draad om. Kijk, je hebt nu 2 stokjes. Deze telt ook mee als een stokje en dit is een stokje. Dan ga je in die opening, want je gaat nu al hakend stokjes opzetten. Dan ga je in deze opening, ga je eerst je draad omhalen, dan ga je insteken en je haalt je draad op. En dan heb je 3 lussen op je haaknaald. En dan haal je nog een keer om en dan ga je door de eerste lus. En dit is dus eigenlijk een, ja, een begin lossen. En dan haal je draad op en dan maak je een stokje. Door 2, omslaan, door 2. En dan heb je er al 3. En als je zo ziet hier, deze lus van dit stokje, daar ga je dadelijk weer een stokje op maken. Maar eerst ga je dus in die opening, je haalt je draad op. En dan ga je nog een keer omslaan door 1, want je hebt natuurlijk eerst die beginlus nodig. Dan omslaan, door 2, omslaan, door 2. En dan heb je er al 1, 2, 3, 4 stokjes. Gaan we weer omslaan in die opening, je draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En je ziet hieronder op die lussen dat daar ook die stokjes op zitten. Maar we gaan er nog een paar oefenen. Draad om de haaknaald, je steekt in, je haalt hem op. Je haalt nog een keer je draad op en door 1 en dan ga je je stokje afmaken. Draad omslaan, door 2, door 2. Kijk, en hier, dit wordt je, ja, eerste rij en hieronder, dit zijn je opgezette, ja, stokjes, al hakend stokjes opzetten. Insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan trek je een beetje aan die onderste lus. Omslaan in die onderste lus. Draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Trek een beetje aan de onderste lus. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1. Omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En een beetje weer die onderste lus pakken. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, je krijgt gewoon een hele mooie rij stokjes die je al hakend hebt opgezet. Ik ga er nog 2 mee doen. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan, insteken,
draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, en hoe mooi flexibel heb je dan je eerste rij stokjes. Dus als je aan bent om altijd die rij op te zetten meteen met stokjes, dan is hij net iets flexibeler en handiger. En dan gaan we nu beginnen met het opzetten van vaste. Dus dat je meteen begint met een rij vaste. We hebben net al hakend stokjes opgezet en we gaan nu al hakend vaste opzetten. Dus dat je de begintoer meteen met vaste hebt in plaats van de beginketting. Je begint met 2 lossen. Dan zet je een vaste in die eerste steek, doorhalen, omslaan door 2. Dan heb je al je eerste vaste. Maar nu moet je natuurlijk omhoog gaan werken omdat je al hakend vaste gaat zetten. Dus je steekt nu in tussen deze en deze in. Daar steek je in, je haalt je draad op en dan ga je nog een keer omslaan en dan doe je eerst door 1, want je moet natuurlijk een beginketting hebben, en dan sla je om door 2. Dan steek je weer in tussen die 2 steken in, je haalt je draad op, je slaat om door 1 en dan sla je om door 2 en dan heb je weer een vaste. Je steekt in, je haalt je draad op, nog een keer draadpaal door 1, omslaan door 2. Insteken, je draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2. En je hebt alweer een vaste. Insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2. En weer tussen die 2 in en je gaat weer een vaste maken. Dus dan zet je hem al hakend, zet je je begin lossen op, of je vaste. Je gewoon insteken tussen de 2 in, je haalt je draad op, omslaan door 1, omslaan door 2. Ik zal er nog 2 doen. Insteken, draad doorhalen, omslaan door 1, omslaan door 2. Insteken, draad ophalen, omslaan door 1 en dan maak je weer die vaste. En dit is dus je ketting met vaste, ja, met vaste. En deze rekt ook heerlijk mee, dan heb je ook meteen een ja, niet zo vaste steek en je kan weer verder hier op de veetjes, hier op deze veetjes kan je weer je vaste gaan zetten. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken naar de video. Heb je leuke vragen of opmerkingen, die kan je dan hieronder plaatsen. Graag duimpje omhoog als je de video leuk vindt en hier op mijn foto klikken en dan kan je abonneren en ik maak steeds weer leuke nieuwe video's met nieuwe steken of leuke dingen. Dankjewel.